Black Bottle Riot, hoe is dat nou ontstaan, joh? Eigenlijk is het bij elkaar gekomen, ontstaan uit eerdere bands. We hebben allemaal wel eerder in, volgens mij, met elkaar samengespeeld, behalve onze drummer. En we vonden elkaar gewoon door de muziek. Veel gejamd en ik denk allemaal, ja, na een hele tijd de muziek al in verschillende bands hebben gezeten, voor ons allemaal geld had, kwamen wij bij elkaar en dat klikte. En hoe lang zijn jullie nou ongeveer bezig? Vanaf 2006, dus kijk ik even opzij. 2008. Oh, in mijn eentje was ik al 2 jaar eerder begonnen, maar toen zij kwamen. Nou, als je dan kijkt, die zijn dus vanaf 2008 zeg maar begonnen. En jullie hebben je ontwikkeld, jullie hebben heel veel verschillende dingen al gedaan. Ook heel veel voorprogramma's en ook eigen optredens. Als je dan een beetje kijkt naar van waar je dan nu bent, ben je er trots op? Ja, ik ben er wel trots op, ja. Ik ben trots op ons. Ik vind dat we toch wel wat bereikt hebben. Twee albums gemaakt, waarvan er eentje op vinyl is gekomen. Nou, dat is, weet je wel, een kleine stap voor de wereld, maar voor mij een hele grote. En ik vind dat voor een band in deze tijd sowieso wel iets bijzonders. Maar vooral omdat er allemaal nummers op staan die wij hebben geschreven, die helemaal van ons zijn. Ja, ik vind wel dat je daar trots op mag zijn. Anders, als dat niet zo zou zijn, dan zouden we er beter mee kunnen kappen. Ja. Hij zegt ervan, we hebben heel veel verschillende dingen al geschreven en gedaan. Hoe gaat dat eraan toe bij jullie? Wat is het proces waar jullie met z'n allen al heen gaan? Ja, dat wisselt heel erg. Wat bijvoorbeeld gebeurt, wat we net bijvoorbeeld aan het doen waren, is dat Mike met een riff komt. Hij zegt van, nou, wat vinden jullie ervan? Nou, dat gaan we nog spelen en dan kijken van, nou, klikt dat? Vinden we dat allemaal vet? Of gaan we dat nog bijschaven, aanpassen? Soms is het in één keer goed, soms spelen we het weken en dan vinden we het nog steeds vet. En dan opeens dan vindt iemand het helemaal verschrikkelijk. En dan maken we even ruzie en dan spelen we het nooit meer. En soms komt het dan 5 jaar later weer een keer boven tafel. Dan zegt iemand van, weet je nog? En dan kan het opeens weer wel heel tof zijn. Ja, nu maak je eigenlijk met je muziek. En we doen er ook best wel veel omheen om onze fans te bedanken. Dus we laten ons eigen bier brouwen. We delen whisky uit vanaf het podium. Zit met dommels, waar is je eigen bier? Dus op. Ja. Zo goed? Ja, nou ja, het is hartstikke goed. Ja. De laatste 2 kratjes die hebben we deze week op de post gedaan. En, die zijn eigenlijk nooit aangekomen ook, hè? Bij wie zouden die eigenlijk bezorgd worden? Was dat bij jou? Nee, ik weet van niets. Het is echt heel vreemd hoe dat... Black Bottle Riot beer. Ja, precies. We hebben ons eigen bier gebrouwen. Kijk, dat zijn van die dingen. Dan denk ik van, ja, hoe cool is het dat je als band zoiets kunt doen. Een middel om ergens te komen, om bijvoorbeeld bekend te worden of met die te kunnen praten en dat je dan muziek gaat maken. Ja, bij ons is muziek maken is het doel op zich. Ja, en wat we dan verder daarbij doen, ja, weet je, I don't care, man. Want het interesseert me echt geen ene reet of je nou op Noorderslag staat of in Merlijn. Wil gewoon een toffe show spelen. Oké, even de feiten. Wie is er gekomen met Black Bottle Riot, de naam? Dat was ik. Dat was jij? Ja. Waarom Zwarte Fles Rail? Ja, daar hebben we nog nooit een vraag over gekregen eigenlijk. Nee, hè? Dus, we willen niet meer aan huis. Ja. Nee, daar is een historisch en een muzikaal antwoord op te geven. Ik zal dan nu kiezen voor de muzikale variant. In muzikaal opzicht is de combi van The Black Bottle, die voor ons gevoel staat voor de Southern Rock, wel treffend. In combinatie met de energie van The Riot, die voor ons gevoel dan wat meer staat voor de punk. Dus een soort van Southern Punk. Alleen, ja, met de tijd is onze muziek dan vanzelf een klein beetje veranderd. En daar doe je helemaal niks aan. Dat moet ook niet een bewust proces zijn. Dus ik denk eerlijk gezegd dat die hele punk vibe misschien niet zo enorm aanwezig meer is. Althans niet in onze songwriting. Maar wel in de intentie waarmee we spelen. Dus op die manier zorgt Black Bottle Riot eigenlijk nog altijd voor een soort muzikale omschrijving.